Op een strandverscheveningen bij Dacia NK Kitesurf. We hebben 2 dagen veel wind in de voorspelling staan en dat gaat ons sowieso een nieuwe Nederlands kampioen kitesurf opleveren. Want Kevin Langereed, de regerend Nederlands kampioen, is geblesseerd. Kan niet meedoen, is wel aanwezig, gaat er zometeen hier door ons evenement heen leiden. Jurie Zoon, de andere kanshebber, is zich aan het voorbereiden in zorgere orde om wellicht nog wereldkampioen te worden. Hij is er ook niet bij, de titelstrijd ligt dus volledig open. Naast de regerend wereldkampioen en regerend Nederlands kampioen Kevin Langereed. Kevin, hoe gaat het met je? Ja, het gaat nu eigenlijk wel goed. Ik ben vorige week geopereerd. En gelukkig is het nu weer helemaal goed. Ik loop wel een paar weken nog met krukken en dan 6 maandjes revalideren. En dan ben ik er volgend jaar weer bij. Ik begreep dat jij ons wat verder gaat vertellen van de wedstrijd, hoe het verloopt. Jij bent een beetje de host van deze video. Kevin, the floor is yours. Top. Dan zou ik de microfoon ook maar vasthouden, toch? We zijn hier in de jurytoren en waar let je nou eigenlijk op zo'n dag? Ja, vooral op de NK is het heel belangrijk dat de riders verschillende tricks doen, dus heel veel variatie. En het is ook leuk als er echt technische tricks tussen zitten, maar heel veel power. Maar het is ook altijd leuk om een keer een dikke board of een wandvoeter te zien op de NK. Wat ook cool is van dit event is dat we een live webstreaming hebben. Dus als je het te koud vindt om naar het strand te gaan of je bent ergens anders ter wereld, kan je het gewoon nog steeds volgen. Jalou stond weer in de finale, mijn zusje. En ik heb even gekeken en ze deed wel echt onwijs goed. En ik denk wel weer dat ze de single elimination heeft gewonnen. Hoe ging het? Ja, het ging wel lekker, maar het is super moeilijke condities. Het is koud, de wind is super vlagerig, maar voor mijn gevoel ging het echt super goed. En hopelijk zit hij weer in de pocket. Van het Dacia NK Kitesurfen 2010. Mooie omstandigheden, noordwestenwind, noord-noordwest. We zijn nu de dubbele eliminatie aan het doen. Dat betekent dat iedereen dus een tweede kans krijgt om nog naar die eerste plek te gaan. De uitslag van de eerste finale was dat Bas Kolen gewonnen heeft van Jerry van der Kop. En dat betekent dat omdat Jerry gisteren alles gewonnen had, dat Jerry en Bas nog een keer tegen elkaar moeten varen. En dat gaat nu gebeuren. Die kaart op Slim Chance, die was wel echt helemaal te gek, hè? Wat denk je zelf? Ja, ik dacht die laatste trick, dat moet hem worden. Ik moet nu eventjes even hoog de lucht in en eventjes wat doen. Ja, ik heb wel een goed gevoel bij. Ik ga kitesurf. De winnares van het NK Kitesurf 2010, Jalou Langereed!
Enka Kitesurf. De winnaar van de Dacia Enka Kitesurf 2010, Bas Kolen! Enka Kitesurf. Zo, en dit was het dan. De Dacia Enka Kitesurf 2010. We hebben één nieuwe Nederlands kampioen, dat is Bas Kolen bij de heren. En bij de dames is Jaloe zesvoudig Nederlands kampioen geworden. Het was weer een fantastisch event. Ik zie jullie volgend jaar. Dan ben ik er ook weer bij. Later. Enka Kitesurf. Enka Kitesurf.